Oh nee, Rick heeft te lang zijn pizza in het overgelaten. Je wist het al. Hij wist het al. Ja. Het is bijzonder prettig dat jullie allemaal aanwezig zijn op deze avond. Jouw moeder. Dat is hier totaal gepast. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Oh, wat een wind. Wat een wind. Ik ga eventjes iets doen. Het is namelijk ochtend en ik ga hier even lekker de post halen. Kijk eens aan. Maar mijn postding staat aan de andere kant van de brug. Jeetje, wat een wind, hè? Niet normaal. Kijk, we moeten namelijk hier aan deze kant van de brug. Ik moet dit ding echt een keer gaan vernieuwen. Want dit ding is echt... Hier, mensen pakken er ook shit op. Poornemen. Hoppakee. Maar ja. Hai, wat hebben we hier allemaal in zitten? Oké, ik heb mijn camera op de brug staan. Ik hoop niet dat hij ervan afwaait. Jeetje, ik heb lang de post niet gehaald. Wat zit hier allemaal in? Volgens mij zit hier namelijk dus ook een kerstcadeautje in. Die ik dus nog moest krijgen. Er stond dat die namelijk al een week geleden afgeleverd was. Maar ik had nergens iets gezien. Maar het kan ook een brievenbuspakketje zijn. Ik weet niet eens of ik verstaanbaar ben. In ieder geval, jongens en meiden, een hele goede morgen. En welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is dus lekker een nieuwe dag. En ik ga maar eens eventjes kijken naar de post. Lekker dit. Ik zou echt een nieuw postding moeten hebben. Want dat ding ziet er echt niet meer uit. Ja, dit is het kerstcadeautje. Dit is een cadeautje voor Lin. En jullie kunnen nu niet zien wat dit is, gelukkig. Dus ik kan gewoon dit filmen. Maar ja, dat gaan jullie ook pas zien natuurlijk met de video van de cadeautjes. Maar deze moet dus ook nog ingepakt worden. Ik waaide helemaal weg. Oh, kom eens hier. Goedemorgen. Hey. Ik heb dus net eindelijk het cadeautje binnengekregen. Hij was blijkbaar al een week lacht hij in de post. Ja, net als brieven die ik nog nodig had. Dat wist ik dus niet. Ja, er ligt ook een hele belangrijke brief zelfs in de post. Maar ik wil hem eigenlijk... Nee, ik ga hem niet nu al aan je geven. Wat? Nee. Wat? Ja, ik wil dat cadeautje nu al aan je geven. Nee. Zondag is het ook kerst. Ja. Heb jij ook niet cadeautjes die je gewoon nu al wil geven? Want het brandt gewoon om... Ja, ik heb zelfs nog een cadeautje die er nog niet is. Echt? Voor jou. Echt? Ja. Dus die komt ook nog? Ja, hoop ik. Allemaal post in ieder geval, wat uitgezocht moet worden. Belastingbrieven zitten er gelukkig niet tussen, dus dat is een goed teken. Jawel, volgens mij wel of niet. Nee. Oh nee. Er zitten geen belastingbrieven tussen. Alleen maar postcode loterij dingen. Hey, kijk, maar dat winnen we toch niet waarschijnlijk. Ja. Zo Lin, leg jij eens even uit wie het lekkerste ontbijtje van de ochtend maakt. Vind je dit lekkerste ontbijtje van de ochtend? Ja. Afvalbroodje, eitje, kaas erop. Zoals je kan zien, je ziet wel wie er hier het meeste kaas eet. Ik? Dat ben ik, of niet? Dit is aan mijne, dit is aan jouw. Oh, ik heb echt gewoon hele plakken erop inderdaad. En dan een broodje met kipvlees en dit. Ja, want die is echt lekker, hè? Dit is honing mosterd. Ja. Kijk, jongens, worden je niet voor betaald? Of Lin, word jij hier voor betaald, Lin? Nee, tuurlijk niet. Door mezelf moeten betalen. Jeetje, wat zwaar leven. Nee, kijk, deze is echt lekker om ook op je broodje te doen. Dat moet je echt eens een keer proberen. En het zijn uiteraard, kijk. De afbakbroodjes, ja. Keizerbroodjes. Die zijn lekker. Dat zijn echt mijn favoriete broodjes ook altijd in de ochtend. Kijk, de eerste bodem is dus de kipfilet op het broodje. En dan... Daarna komt gelijk het eitje erbovenop? Ja, maar de kaas wil nog een beetje meer smelten, dus ik doe even een deksel. Even een deksel. Waar heb je die deksel? In de vaatwasser. Dan doen we er geen deksel op. Aanschouw het lekkere broodje, we zitten lekker te eten. Heerlijk. Eet smakelijk. Smakelijk. Jongens, ik heb natuurlijk, kijk, we hebben hier prachtig uitzicht zo op het gras en de tuin. We hebben natuurlijk de tuinvideo laten zien. En er stond ook heel veel reacties onder dat jullie het allemaal super mooi vonden en echt prachtig. Nou, ook heel erg leuk om te lezen natuurlijk. Maar ook best wel veel reacties die zeiden van... Ja, Gio, vind je dan niet zonde straks als het zicht op je gras weg is? En tuurlijk, dat is ook wel zonde als dat weg zou gaan. Maar aan de ene kant vind ik het ook natuurlijk wel super gaaf... als je straks hier ineens een bad hebt zien liggen... en een hele tuinset en weet ik veel wat, allerlei andere dingen. Wat is jouw mening daarover? Ik vind hetzelfde. Kijk, er blijft natuurlijk best nog wel veel groen. Die bomen die je ziet, blijven allemaal. Het enige wat minder wordt, is de grasmat. Ja, klopt. Maar het hele gras gaat ook niet weg. Dat is het ook niet zo. En zoals jullie weten, ik sta voor op terwijl we aan het eten zijn. Kijk, nou, wat heel veel van jullie misschien niet weten, zeg ik niet goed, is dat ik daar ook nog een hele grasmat heb aan deze kant. Waar je ook nog kan spelen of dingen doen of andere dingen kan ondernemen. Maar ja, niet het hele gras gaat natuurlijk weg. Maar dat zijn wel dingen om uiteraard nog over na te denken. Om nog eventjes te bespreken met de mensen van de tuin. Ik heb mezelf even lekker omgekleed en gedoucht. Het waait zo hard vandaag, jongens. Niet normaal. Kijk, ik trek eventjes trouwens dit omhoog.
Want als we de tuin toch gaan aanpakken, hè, dan kan ik ook natuurlijk het beste gelijk dit mee pakken. Dit vieze onkruidhol wat je hier ziet. Kijk, dat grasmatje wat ik bedoelde, dat ligt dus daar achter die heg. Daar heb ik ook nog een hele grasmat met een soort van boomgaard. Maar ja, ik kom daar echt bijna nooit in de vlogs. Ik loop daar gewoon nooit, want ik heb er voor de rest niet zo heel veel te zoeken. Maar er ligt daar dus ook nog een hele grasmat. Maar ja, dit. Kijk, ik heb altijd gezegd, ik wil hier een basketbalveldje van maken. Of iets in die richting. Dat leek mij wel superleuk. Maar dat kan ik ook nog bespreken natuurlijk met ze. Hallo vriend. Zo, wat heb jij voor hutkoffer meegenomen? Koffer. Wat is dat? Kom hier wonen toch? Kom je hier wonen? Ja? Gezellig? Wist je dat niet? Gezellig. Ja toch? Wist je dat we dat ooit nog afgesproken hadden? Nee. Dat je ooit zou komen wonen hier? Ja, hadden we dat gedaan. Dat hebben we ooit een keer volgens mij in de vlog gezegd. Maar dit is inderdaad nooit meer van gekomen. Nee jongens, in deze tas zit... Oh, als ik de deur... Even goed dicht dus. Het stormt gewoon hard dat die deur niet dicht ging. Een collectie dildo's. Nee, vertel eens. Jongens, hier zit een podcast set in. Ja. Is dit serieus je plan? Ja. Je wilt... Wat wil je doen? Gewoon, laten we even oprecht over alles praten. Over wat? Niet van alles. Dat gebeurt toch? Toch? Wij waren trouwens vanochtend de post aan het openen, jongens en meiden. En in de post had ook iets anders waar we eigenlijk al een beetje op aan het wachten waren. Laat jij het zien? Doe jij maar. Nee, laat jij het zien. Oké, lees jij voor wat er staat. Alsjeblieft. Niet alles achterstaan gegevens hier achterop. Oh, dat maakt niet uit. Welkomstpakket. Gemeente Krimpenerwaard. Oftewel, wat betekent dat? Ja. Wat betekent dat? Wat zou dat nou betekenen? Ja, ik weet het niet. Hé, hey, Alex, kom eens even hier. Oh, hij is nog eventjes als ding aan het voorbereiden voor zijn podcast zo te zien. Kijk, als dit hier staat, weet je wat dat dan betekent? Wat Lynn en ik gedaan hebben. Of wat zeg maar nu officieel is. Ja. Je wist het al. Hij wist het al. Ja. Oh, je wist het al. Eindelijk officieel. Ja. Oh mijn god. Dit welkomstpakket houdt dus inderdaad in dat Lynn heeft zich ingeschreven op mijn adres. Oftewel, dan wonen we nu dus officieel samen. Het is natuurlijk allemaal veel makkelijker om, om nu samen te wonen ook. Omdat ze ook, laatst moesten naar de dokter bijvoorbeeld voor de amandelen. Dat kon allemaal niet hier in de buurt. Die gaan er binnenkort nog steeds uit. Ja. Je hebt allemaal horrorverhalen gehoord erover. Ga je dan gewoon hier naar de dokter? Ja, dat kan nu ook. Bro, ik heb echt 2 jaar lang geen huisarts gehad. 3 jaar zelfs. Nou, omdat je... Ik had dus hetzelfde, want ik mocht hier niet. Ik stikte omdat ik geen lucht kreeg. Ja, zeggen ze, ja, je mag hier niet langskomen, want je staat ingeschreven in Brabant. Ja, dat is echt irritant. Besef, ze laten je eerder gewoon doodgaan, omdat je niet ingeschreven staat op de gemeente. Ik kan toch naar zo'n posten gaan, naar zo'n huisartspost of zo. Ja, maar dan moest je ook hier ingeschreven staan op dit adres. Nee, je kan naar een spoedpost, maar ja, ik mocht daar niet naartoe. Nee. Maar, ja, jullie hadden het eigenlijk al een beetje door natuurlijk. Jij bent hier in principe al, je slaapt hier al letterlijk elke dag. Dus het is, er gaat voor de rest niks veranderen. Het is alleen nu eventjes officieel gemaakt via de inschrijving van het adres. Ja. Want, ja, je was... ja, er is letterlijk geen verschil nu. Nee. Nee. Helemaal niet. Er is niks anders. Nee. Alleen dat je je post hier krijgt en dat je gelukkig naar de huisarts kan hier. Ja. En nog wat andere dingetjes wat het allemaal een stuk makkelijker maken. Waardoor je die dus niet elke keer zou terug moeten gaan. Naar Brabant. Ja, want dat was echt gezeik elke keer. Zo, er is hier een setting klaargezet. En we zijn eigenlijk al klaar net. Hey, vertel eens, wat hebben we net gedaan? Maak eens even promotie voor jezelf, jongen. Ja, een soort van podcast. Ja, we hebben gewoon eigenlijk een video opgenomen voor Alex' kanaal, waar we gewoon letterlijk op de bank zijn gaan zitten en gewoon gaan zitten lullen over het leven. Ja, leuk toch? Ja? Kijken wat hij leuk is. Wanneer komt hij online? Maandag, als het goed is. Is het een beetje leuk, denk je? Ik denk het wel. Ja? Het is wel lachen, toch? Gewoon lekker spontaan. Ja, we hebben met z'n drieën gepraat. Soms ging het er helemaal nergens over, maar Merendeels. Het komt binnenkort bij Alex op zijn kanaal. En het is ondertussen alweer donker, jongens en meiden. Want we zijn alweer 40 minuten verder. Het gaat niet normaal snel. Maar, ik las dus net dat vandaag de dag is het 21 december natuurlijk. Oftewel, het is winter. En morgen, 22 december, is het officieel alweer de kortste dag van het jaar. Dus dat betekent dat we eigenlijk alleen maar weer naar de langere dagen van het jaar teruggaan. Dus het kan alleen maar weer beter worden, vind ik dan tenminste. Want ik vind de zonnige dagen en de dagen waar het langer licht is veel chiller en beter dan dit. Maar het is nu, het kan dus alleen maar weer beter gaan vanaf nu. Dat las ik net online. Wat een wind, wat een wind. Oh, hoor eens even. Moet je eens horen. Ik heb het een paar keer gezegd in deze vlog. Zo! Wat is er, joh? Oh! Oké. We gaan in ieder geval de auto in. Ik ga alvast lekker de auto aanzetten. En dan zet ik voor Lynn alvast hier. Kijk eens aan, de stoelverwarming lekker aan. Deze zetten we hoger op de Lynn-stand. Dat is op 24 graden. Zo. En dan kan Alex straks instappen. En Lynn ook. Nu vraag ik me alleen wel af of Alex voorin of achterin gaat zitten. Hij gaat achterin zitten, zo te zien. Oké. Jeetje, jongens. Wat een weertje. Oh.
Zo, goedemorgen. Dit is niet normaal. Heeft de storm weer een naam vandaag? Of, Pia. Ja? Pia heet hij, ja. Echt? Ja. Nee, je lult. Ja, nee, serieus. We moeten even dat liedje van een vriendin opzetten. Nee. Bro, die storm heet echt Pia. Hou je bek. Nee, ik zeg het. Nee, maar ik geloof jou niet. Ja, godverdomme man. Ik geloof deze man echt nooit. Storm Pia. Nee, je lult sowieso. Ja, bro, ik zweer. Ik dacht ook al wat een rare naam. Pia. Morgen zware winst door storm Pia. Oh, hè? Huh? Ja, kijk jongens, dat klopt echt. Morgen zware wind zouden door storm. Ja, lol. Hallo mevrouw. Hey. Ik heb je stoelverwarming al lekker aangezet. Oh. Lekker hè? Dank je. En ook je crematiestandje op 24. Nou, top, we kunnen. Hey, wanneer ga je die zwembad zetten dan? Wat doe jij? Gordel eens om. Wat? Dat zwembad en zo, wanneer ga je dat doen? Binnenkort. Ja, wanneer? Weet je dat? Oh, jij deed je gordel ook altijd op een rare manier om, maar jij hebt het wel normaal geleerd. Ja, je hebt het normaal geleerd. Ja, ik weet er allemaal rare comments over. Ik deed dat super bewust. Ja, maar Lin doet dat dus ook nog steeds. Ja, deze manier inderdaad. Ja, hij zat dubbel. Maar jij deed dat in het begin ook, maar jij hebt het nu wel normaal geleerd. Ook zoals gewoon, ik het doe. Ja. Het is ook veel handiger. Het is gewoon letterlijk... Alex deed precies hetzelfde. Ja, ik deed nog iets anders. Jij doet wel heel raar. Ja, Lin... Ja, Alex heeft het ook afgeleerd. Kijk, Lindy doet hem altijd eerst over de hoofd heen en dan pas over... Terwijl je... Ja, we weten allemaal, het enige wat je hoeft te doen is dit. Kijk, ik ga nog één keer voor hem. Lindy doet letterlijk dit. Je doet je hoofd erin. Dan doe je hem zo erin. En dan moet je zo... Ja, we hebben het hier echt al een paar keer over gehad in de vlogs, jongens. Maar het viel me nu ineens weer op. Ja. Nou, wij gaan rijden naar Rick toe. Want Rick, zijn nieuwe huis, daar gaan we allemaal met... Sorry, ik zeg helemaal niks. Zijn auto staat daar. Ja, je auto staat ervoor. Ik kom er niet uit. Nee? Nou, jawel, ik ga het achteruit proberen. Achteruit de brug over. Maar we gaan eens naar Rick's huis toe. Ik moet even concentreren, man. Ik kan geen training tegelijk. Ik kan hem ook even verplaatsen als je wilt. Nee. Kijk, we horen allemaal piepjes. Oh, joh, ik pak dit ding echt nooit achteruit, hè. Die fucking brug, jongen. Oh, de bro. Aan jouw kant is het echt krap. Inderdaad, het scheelt echt helemaal niks. Oké, in ieder geval, het is gelukt. Ik wacht even tot de piepjes voorbij zijn. Wat ik wil zeggen is, we gaan dus naar Rick's huis toe, jongens. Maar dat zijn we met de hele vriendengroep, dus dat is hartstikke leuk. Dan gaan we met z'n allen even lekker wat eten, kijken naar zijn poesjes. En nou, wij hebben het poesje natuurlijk al gezien, dus dat is hartstikke leuk. Ted en Moos, de twee schattige katjes. Hé, jongens, wat is dit? Kijk dan, vlogmakelaars. Ja. Hé? Wat is dat? Er staat ook echt zo'n playlog. Ja, daar staat ook echt een YouTube logo bij. Heeft dat met YouTube te maken of? Dat vind ik heel raar. Ik denk niet dat dat met YouTube te maken heeft. Ik denk dat het gewoon iets met alsnog gewoon een makelaardij te maken heeft. Want... Maar misschien maken ze vlogs. Wat? Ik ga het opzoeken. Ja, je raam mag dicht. Hey. Ik moet het even goed filmen, maar... Ja, Alex, ga eens even opzoeken wat vlogmakelaars is. Wat is het? Het is letterlijk een vlog. En dan maken ze een vlog van een bezichtiging. Echt? Van een huis. Van een huis gewoon. Ja. Oh, gat in de markt. Dan moet je... Oh, ze maken gewoon letterlijk een vlog van het huis inderdaad. Dit is een video dus jongens, waar je dus kan kijken naar een huis. En dan moet je €2 per vlog betalen. En dan? En dan kan je het zien. Oké, grappig. Hey, dat is wel een nieuw business voor mij ook eigenlijk. Ja, gewoon huis bezichtigen jongens, als je wil dat ik je huis kom filmen, betaal me even geld. Nou ja, we zijn er. Op. Wow, kijk wat hier staat op straat joh. Ik heb mijn auto daar geparkeerd, staat daar. Check dit, gekke quad. Wat een lijp ding hé. Oh, die banden. Kijk eens. Ziek! Hey Rickert! Kijk eens! Zo, wow. Oh, twee vlogcamera's! Is dit half de weg parkeren of kan het wel? Dit is... Nou ja, kijk, het is dat het een brede auto is. Het kan wel. Het kan wel. Het kan. Hey Koen! Ik kan niet. Hey vriend. Lang geleden jongen! Ja jongen. De auto is toch even wat beter neergezet. Kijk. Hoppa. Ja, dit is wel strakker op het stoepje man. Er zat echt een heel gat tussen. Waar zijn de beesten? Oh. Ze zijn er steeds zo klein. Daar stekt hier iemand uit. Hallo. Oh. Hallo. Oh. Hallo. Oh, Dreddy. Oh. Hallo. Oh. Helemaal slaperig nog. Dit is Moos. Moos die is wel best wel chill. Hey man. Een dropje hè. Kijk dan, deze man is echt helemaal vader. Hij is niet zo schuw. Ah, die kat is vast. Ja. Nu is echt een vader. Ja, Daddy gewoon. Echt een vader. Nu ben ik eigenlijk echt oh mijn koor. Ja, kijk hoe moet hij er ook uit. Het is heel eng hè, dat is een mooie. Iedereen wordt zo volwassen. Wat zeg je? Iedereen wordt zo volwassen. Ja hè, dat is eng hè. Ja, weet je wel. Ik moet chillen van. Ah, hij is wel echt lief. Hij kijkt echt recht in je camera. Ja, hij kijkt echt gewoon naar binnen hè. Dat is wel echt super klein. Carlos. Poepies. Ze maakt wel een bende van hier, zie ik. Kijk hè. Oh.
Gekkies, ja, dat heb je met al die kleine katjes. Kijk jongens, dit is de beste cola. Eerlijk? Ja, kijk mijn vlog niet, maar ik heb dit toevallig laatst in mijn vlog gezegd dat ja. Ik deze echte shit vind. Of je bent gewoon stiekem een kaarde fan. Nee, ik help me, man. Oh, ja, ja. Ik heb een hypotheek. B-merken, man. Maar ik vind deze beter dan de Coca-Cola. Ik vind maar deze zero of überhaupt gewoon. Gewoon deze, de cola gewoon überhaupt. Ja. Is echt lekker. Ja, ik weet niet. Ik ga er nu pas op letten, man, want ik kan wel zeggen dat dat zo is. Kocht je normaal gesproken dat Coca-Cola sinds je huis gekocht hebt? Nee, ben je gek? Oh, ik dacht wel. Nee, tuurlijk niet. Ja, maar ja, nou, ik vind het echt altijd lekker. Mijn zusje is naar binnen gekomen, jongens. Kijk eens aan. Zusje? Mijn zusje. Hallo. Hey, zusje. Wat gezellig. Ja. Heb je toch niet meegenomen? Ah, oh, helaas. As usual. We hebben allemaal nog niet gegeten, het eten komt op tafel, iedereen gaat gelijk zitten slaan. Hé, hey, lekker man. Ga je gelijk erbovenop, hè? Hij zat hier eerst op zijn stoel, hij gaat gelijk hier onhandig op die bank zitten zo. Eet smakelijk, jongens. Onhandig. Eet smakelijk. Oh, ja, lekker. Hekse kaasje. Omdat dit dus een beetje... Dit is een housewarming. Ik wil net zeggen, ja, voordat ik het verkeerd zeg. Omdat dit een beetje Rikse housewarming is, jongens. En Kitty, En Kitty bezoek. Ja, eigenlijk een baby shower gewoon. Zo kan je het noemen, een beetje. Dus gaan we een klein shampoo drinken. Ga je hem spuiten? Of ga je hem poppen? Nee, gaan poppen. Oké. Okay. Laat zien wat je kan, jongen. Ik ben benieuwd. Jongens, het is tijd om te poppen. Hey! Lekker, man. Gooi de speech. Jongens, dankjewel voor deze aanwezigheid allemaal. Ik heb de muziek af. Wat? Ik heb de muziek af. Oh ja. Zo, dit is wel heel ongemakkelijk stil ineens. Iets wat stilte ineens. Het is doodstil, maar... Oké, het is bijzonder prettig dat jullie allemaal aanwezig zijn deze avond. Nee, grapje. Ik vind het heel gezellig dat jullie er zijn. Dit is een housewarming slash... Babyshower. Je bent op poppen. Wow, wie zou de allereerste babyshower van ons allemaal krijgen eigenlijk? Ik heb al lang gehad. Ik denk wel. Ja, denk je? Honda. Honda, Punta. Dan ben je klaar? Nee, ik denk Gio. Nee. Ja. Oh. Kom. Ik wel. Had het even begonnen? Ja, maar dat is nee, je moet de kurk vasthouden. Ja, of je schiet hem eraf. Ik ook een beetje. Oh. En de volgende. En de volgende. Oh. Ik denk aan jou, Carlo. Hij kwam al een hartje. Drink uit de fles dan. Ja, dan ga je over je nek. Ja, dat moet je juist niet doen. Dan gespuit alles naar je... Nee. Dat spuit alles naar je neus toe. Oh, dat vind ik wel knap dit. Ja, de... Ervaren jongens. Heel die muur vol met papa. Ja! Heel die muur onder kotsen. Oh, moet ik... Maar we hebben geen glazen. Hebben we niet nodig, toch? Ja, niet. Oh, moet ik ook eens doen? Ja. Hey, een klein stokje dan. Daar gaan we. Ik zie waar we weer staan natuurlijk. Alles is neus. Je lacht, ik moet niet lachen. Dan gaat het juist door je neus. Ja, zie je? Oeh, hij is wel lekker eigenlijk. Ja, hij is goed. Oh nee, Rick heeft te lang de pizza in de oven gelaten. Ja. Zo, het ruikt hier ook voor brood. Maar ik kan de timer aan. Ik dacht nog 2 minuutjes. Oh, joh. Een stukje? Gast. Carlos! Carlos! Is het echt zo erg? Carlos! Ja, hey. Kom, mok. Ah, het valt best mee. Kom. Valt best mee, Mel. Ik kom maar met rare grappen. Is je broer of zo? Wat weet ik? Oh. Nee, maar Jules wilde het toch? Jules! Vrouw dubbel, zie je het niet. Zo erg is het niet. Nee, maar om. Eet is klaar. Nou, geen pizza dus. Nou, Rick, beter dat ik het zei. Weet je, jongens? Zo, ja, het is dat jij het zei dat hij er nog in zit, want anders had hij nog... Ja, die kat was net ook ontsnapt. Maar je had een timer gezet. Hey, poes. Hey, Rick. Jongens, de kat, die was gewoon hier de gang opgelopen daar, die deur daar. Ik ging voor Mel van beneden de deur open doen. En toen heb ik de deur nog dichtgetrokken. Dat was denk ik 10 seconden. Ik ben naar buiten gelopen. Meeuw. Zodat het hem jou, hè. Stout het ben jij ook, hè. Poesies. We zitten aan tafel en er is dus iemand die echt berichtjes stuurt naar ons allemaal. Naar mij stuurt hij berichtjes, hij stuurt naar Lim berichtjes, hij stuurt naar jou stuurt hij berichtjes toch? Mm-hmm. Naar jou ook. Bro, ook naar Nathan. Ja, naar Nathan. Nathan heeft een hele video over deze man gemaakt. Moet je horen wat hij naar Alex stuurt. Hier, oké. Alex, vader, vieze, gouden goren, vieze, smerige kankerbel, hè? Heb je jouw auto kapot gereden? Hey, man, je kan hier ruiken, man, van de bellen. Toch wel. Niks aan gelogen. Nee. Dat moet ik wel zien, hè? Op YouTube. Ja. 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 Ja.
Hey, ben je gewoon een keer naar hem toe inderdaad? Ik ben echt wel benieuwd. Zeg maar, dit soort mensen hebben zo'n grote back online. Ja, broer, straks hebben ze niet. Nee, moet naar toe en dan die voice mail afspreken. Hoe gefrustreerd in het leven bij je. Ja, kijk, je hoort dat deze. Die gaan helemaal stotteren zo als je voor staat. Om je levensmoed. Ja, of ze zeker mensen zich hebben. Ze zijn ontsnapt uit het gekhuis. Maar waarom hebben we de moeite überhaupt om zulke soort dingen op te nemen? Gewoon iemand die je niet kent. Ik vroeg ook altijd. Triest gast. Nee, maar je hoort natuurlijk dat deze man niet helemaal bakje is. Gio is ook een vuile, vieze kankhond. Het is gewoon een vieze, vuile kankhond. Jij kan niet YouTuber. Jij bent... YouTuber! Die is een kakker. Voor jouw vrienden, dat zijn allemaal kankermensen. Oh, hoor je dat? Het gaat over jullie, hè? Kom hier! YouTubers zijn allemaal kankermensen. Ik kan beter YouTube maken en de video's. Dit is dan de video's zien we al. Ik heb prutsers als YouTubers, als YouTube, jezus. Ja, je moet niet vriendje worden van Gio, maar ik zou het niet erg vinden als je mijn vriendje wil zijn. Oh ja, ja, ja. En dat zei hij ook inderdaad, klopt. Oké, Melanie heeft ook bericht van hem. Wat is dit? Hey Melanie, ben je naar de hoerentent geweest, man? Dat ziet er niet uit op Insta, maar ja, je bent ook een hoer. Ja. Hoi, we gaan de desbetreffende man even proberen te bellen. Hallo? Hallo, u spreekt met de politie. Goedenavond, politie Rotterdam. Met wie spreek ik? We hebben u nummer doorgekregen van een melding. Ja, dat geloof ik niet. Het betreft een zaak omtrent wat lastig vallen van bepaalde publieke figuren. Komt dat u bekend voor of zegt het u niks? Nee. We willen natuurlijk geen namen noemen, maar... Dit is niks wat u naar boven komt? Nee, wat dan? Nou ja, er zijn bepaalde meldingen binnengekomen vanuit bepaalde publieke figuren. En uw naam valt meerdere keren in deze zaak. Ja, dat u toch wel ernstig, lastig valt. Dus... Het gaat om de zaak te verduidelijken. Het gaat om een aantal dames, maar we mogen de naam niet noemen. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat maak ik zelf even fout. Als je... Ik heb van de week een politieagent hier op bezoek gehad. Die heeft mij duidelijk gezegd dat het nou eigenlijk een misverstand is. Maar gaat het om dezelfde casus dan, denkt u? Nou... Of zijn het misschien meerdere die spelen? Nou, dat ga je ineens geen flikker aan eigenlijk. Dus okay. Ik ga binnenkort verhuizen, dus laat het vooral netjes houden, maar we hebben een melding van meerdere personen gehad. Je valt mij lastig, anders ga ik ook aangifte tegen jou doen, hè? Maar aangifte tegen de politie doen is over het algemeen vrij lastig. En raad ik ook zeker niet aan. Lastig te winnen zaak, maar... Maar ik heb een vraagje, meneer Arend. Ik heb zo vaak polities gehad. Mag ik vragen waarom dat in het verleden is geweest? Nou, het probleem is, maar hier. Als je hierheen komt, prima, maar dan heb je een probleem. De vraag is waarom die van die supergemene dingen allemaal zegt gewoon. Maar volgens mij, dit is gewoon een nep-account wat je dan noemt. Dat is een... Over het algemeen zijn er meldingen van dat u best wel ernstige... Uitlatingen heeft. En dat mensen op een zeer gemene manier aanspreekt. Wat best wel kwetsend kan overkomen en ook wel bedreigend. Volgens mij ben jij in de politie niet. Volgens mij ben jij gewoon Marcel Latoy, denk ik. Sorry meneer, wie? Nou, er staat wel Melanie in dat hoor. Staat op profiel. Excuses, ik weet nu niet waar u over praat, maar... Nou, volgens mij ben je zelf een dronken hond. Sorry, hoe noemt u ons? Jouw moeder. Dat vind je totaal ongepast op deze manier hoe u ons tegen ons praat, meneer. Ik wil dat hem vooral een zakelijk houden. Ik ga jou blokkeren. Ik denk dat dan het beste is in dit geval. Ja, maar je zou maar uitkijken wat je zegt, hè? De groeten! Heel! Heel! Hij gelooft het zelf. Politie is heel vaker geweest.
Wat? Elke week voor zijn deur staat gewoon, ja. Ik dacht, wij kunnen niks zeggen, hij herkent sowieso onze stem. Dit is gewoon Marcel. Nee, dit is Marcel. Maar haar profiel stond erbij, ja. Dus. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat is de enige manier. Ja. Ja. Ja, we belden gewoon bellen, niet de Insta-profiel. Ja. Maar kan dat politie gewoon erop gaat, hè? Dus dat is... Ja. Het lijkt gewoon dat oprecht gewoon politie meerdere keer. Tuurlijk, ze kent gewoon met de politie, dat kan niet anders. Ja, maar als je ziet wat voor lelijke dingen hij zegt, is gewoon niet oké. Nee. Serieus, ik kom er lachen in. Dit is ook gewoon een beetje het voorbeeld dat zeg maar, je kan zoveel zeggen online, maar als het op het moment zelf voorkomt. Nou, hij ging trouwens op zich nog best wel, hij wilde gaan schelden volgens mij. Ja, hij was niet helemaal zeker van. Aan het einde waren we ineens honden. Ja, hij was zich aan het opladen volgens mij van oké. Je moeder. Je moeder. Een soort van laatste hoop gewoon. Je moeder. Kijk, ik vind dat er natuurlijk maar, je kan alles lullen en roepen en zeggen op internet, maar als je dan ineens geconfronteerd wordt en alles, dan zie je dat het altijd maar ja. Dat het heel terughoudende de mens is. En dat wilde ik even hiermee laten zien. Omdat het een beetje... Dat ik denk van... Oh. Maar ja, hè? Ja. We laten het hierbij. We gaan niet verder ermee erop in. Wauw. Gast, dit is dik. Heb je dat gezien? Die is dik. Zo. Gast, een katkraan. Bro, wij waren in Marokko. En Lynn die zegt zoiets ineens van... Kijk, daar is een katkraan. Dat is dik, zegt ze ineens. Dus ik zeg tegen haar... Fuck, is dat dik aan, gast? Ja, wat is dat? Dus elke keer als we nu een katkraan zien, dan zeg ik... Wow, een katkraan. Ja, Lynn was helemaal enthousiast over een kraan. Lynn zegt ook dat katkranen de beste kranen zijn die er zijn. Nee, dat is niet waar. Nee, niet? Nee. Wat zijn dan de beste kranen? Ik was gewoon in shock dat ik die in Marokko zag. Ja? Ja. Want? Weet je waar we waren toen? Midden in de bergen? Nee, ik vond het leuk. Huh? Wat was dat? Was het in je kofferbak of was het een plank? Dat was een losse plank. Hoorde je dat ook? Ja, dat hoorde ik ook. Was dat een plank? Ja. En nu terug naar achter. Jombie, like. Je hoort een losse plank, ik ga er terug over rijden. Een losse plank op de brug. Zo? Nee, je moest nog verder. Ja. Je moest nog verder. Het was nog verder ja, terug. Een losse plank op de brug. Dat zou die best zijn. Ik zweer, dan ga ik niet meer die brug op. Nee, ja. Dan ga ik nu mijn auto terugrijden. Oké, jongens, we kunnen het nu doorheen zakken. En nu stoppen. En nu weer een keer vooruit. Ja, doe stil. Hè? Wat was dat? Wat was het? De auto ik hoor. Gaat ook niet van één plank zakken. Hé, hey, die kerstboom is omgewaaid. Dat was hij al. Oké, we dachten al, de brug ging instorten, jongens. Okay. We zijn in ieder geval terug thuis, dus. Oké, ik zie niks raars. Ik zie niks geks op de brug. Er zitten geen planken los. Volgens mij is er niks aan de hand. Het zal wel niet. Nou, terug naar binnen, lekker. Wij hebben allemaal een super gezellig avondje gehad met z'n allen, jongens en meiden. Maar het is tijd om lekker de gordijn dicht te doen. Lin is naar boven, Alex is naar huis. En ik ga ook maar eens even lekker naar boven om mezelf klaar te maken voor bed. Heerlijk. Zo. Wow, yo. Je hoort de regen echt zo heftig. Oh, ik hoorde gewoon een keiharde regen. Oh, ik hoorde ineens allemaal keiharde regen op het dak. Nu hoor je het niet meer. Net, ik zette de camera net te laat aan. Ik denk, wow. Dit was de vlog, jongens en meiden, voor vandaag. Morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Tot morgen. En later. Dus...